Gisteren nam tumult in Gent 7 uur lang de Gentse binnenstad over. Het online en on-air cultuurplatform tumult.fm organiseerde een tumultueuze manifestatie die naar eigen zeggen het atypische niet schuwt. Op zo'n 30 verschillende locaties kon het publiek kennis maken met de projecten van een 120-tal kunstenaars. Ondanks de koude temperaturen trokken ook de buitenactiviteiten heel wat volk tijdens deze eerste editie van Tumult in Gent. Onder de stadshal stonden de wagens van Cinemartico geparkeerd. De bezoekers konden er in Don Babylon op ontdekkingsreis gaan tussen nostalgische toestellen of er een gedicht schrijven op een oude typemachine. Het is eigenlijk het eerste dat we nog maar gezien hebben. Dus we zijn hier nog maar net. Maar ik vind het wel heel tof gedaan hoe dat alles in elkaar zit. En ja, het is wel origineel.